In DDS CAD 17 is de systeemnavigator verder ontwikkeld. Dit maakt het ontwerpen van elektrotechnische installaties nog overzichtelijker en eenvoudiger. De kabelberekening gebruikt een nieuw eigenschappenvenster waarin alle belangrijke opties direct beschikbaar zijn. Bovendien hebben we nieuwe functies toegevoegd die een compleet overzicht van alle groepen geven. Met de toonkabelnetfunctie kan nu met één muisklik het complete verloop van alle kabels, inclusief informatie, in detail getoond worden in de boomstructuur van de systeemnavigator. Activeer de optie Knooppunt selecteert ook gerelateerd object in model om het geselecteerde element in het model te visualiseren. Daarnaast is het mogelijk direct in te zoomen naar het geselecteerde component. Een rapport van de kabelberekeningsresultaten kan vanuit de systeemnavigator direct gegenereerd worden in HTML. Daarnaast kan nu ook automatisch een gedetailleerde kabellijst gemaakt worden, rekening houdend met de eerder gecreëerde labels. Het veld naam is nu beschikbaar in het eigenschappenvenster. Daar kun je bijvoorbeeld snel en eenvoudig de namen van de componenten en beschrijvingen van de kabels wijzigen. Tevens maakt het nieuwe veld het automatisch benoemen van componenttypes mogelijk. Met het nieuwe veld label kun je eigen systeemtekst maken en objecttypes markeren. Met behulp van een label combineer je verschillende tekstmodules met elkaar, bijvoorbeeld met gebouwnummer, verdiepingsnummer, ruimtenummer en de naam van het component. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.